Nergens zijn de economische verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië zo duidelijk als op de arbeidsmarkt. Wallonië en Brussel bengelen aan de staart van Europa, terwijl Vlaanderen in de Europese middenmoot zit. Die lat moet hoger. Wallonië telt minder werkenden en dubbel zoveel werklozen als Vlaanderen. In Brussel zijn er in verhouding zelfs 4 keer zoveel werklozen als bij ons. En de kloof neemt nog toe. Eind jaren 90 lag het verschil in werkzaamheidsgraad tussen Vlaanderen en Wallonië net boven de 7%. Vandaag is dat opgelopen tot 10%. Ondanks die grote verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië worden heel wat cruciale beleidskeuzes op het vlak van arbeidsmarkt uniform vanuit het federale niveau bepaald. De loonvorming, de werkloosheidsuitkeringen, andere uitkeringen, dezelfde regels gelden voor heel België, terwijl de uitdagingen anders zijn. Vlaanderen en Wallonië moeten zeker op het vlak van arbeidsmarkt het beleid meer in eigen handen kunnen nemen en afstemmen op de lokale noden. Zo kunnen we echt inzetten op onze eigen probleempunten.